Zomertour bestemming Rijnmond is in Dordrecht. En het is hartstikke mooi weer. En dat vraagt erom om lekker het water op te gaan. Om bijvoorbeeld te gaan windsurfen. En dat kan hier ook. Ik heb het vroeger wel gedaan, dat windsurfen. Maar ik weet niet of ik het nog kan. Daarom krijg ik vandaag een opfriscursus. Wat heb je nou nodig voor het windsurfen? Wind. Dat is wel prettig. Als we wind hebben, dat is wel heel prettig. Nou ja, dit mooie weer speelt een heel mooie rol natuurlijk bij mij. We hebben een plank nodig en een stukje zeil. En dan kan je wel gelopig al windsurfen. Zo simpel is het, hè? Zo simpel is het eigenlijk. And the weather is fine. Zodra je in de wind komt te staan, je gaat op de plank staan. Zet je één voet hier neer, één voet daar neer. Haaks op, blijf haaks trekken. Blijf haaks trekken. Zo. Ja, en recht naar je toe trekken. En rechtop staan nu. Okay. En zo hebben we vast. En dan ga je vooruit, als het goed is. Nou, je ziet de punt, anders was je achteruit gegaan. Show the man. Ja. Daar lijkt je kort van. Blijf met je voeten staan. Als je met je voeten weg gaat, dan gaat het verkeerd. Hou vast. Je rechtervoet een beetje dichter bij de mast. Je rechtervoet bij je mast zetten. Ja. Dat ik het wel weer een beetje terug heb. Ja? Is er een soort revival van het windsurfen gaande? Wat je heel veel ziet op dit moment is dat er mensen weer via dat kitesurfen denken van nou dat ziet er een beetje te wild uit. En dan komen ze terug met het gezin. Dus we hebben heel veel mensen, herintreders eigenlijk, net als jij. Ik vond dat je het fantastisch gedaan hebt. Er komen weinig verslaggevers hier. En daar ben jij er wel eentje van gelukkig. Je bent een heel leuk klein aandenken. Ah. Het is wel de tweede plaat, want de eerste is open voor mij. Dankjewel voor je instructies. Het is weer helemaal teruggekomen.